Je ziet eigenlijk dat dit akkoord is gesloten met vakbonden en met politieke partijen die allemaal wel twee dingen heel belangrijk vinden. We moeten altijd zorgen dat als we ouder worden de AOW-leeftijd wel blijft stijgen. Je kunt niet zeggen, hou die AOW-leeftijd maar op 65 of op 66. Dat is gewoon onbetaalbaar. En ja, de SP die vond dat iets anders en die is dus helaas afgehaakt. En ja, 50PLUS heeft altijd gezegd, weet je wat je moet doen? Er is helemaal geen probleem met uw pensioen. Gewoon een hoge rente gebruiken, een rijkrekenrente. En dan zijn alle problemen als sneeuw voor de zon verdwenen. Maar wat je dan doet, is dat je eigenlijk alle risico's doorschuift naar de toekomst. Naar gepensioneerden over 10 of 20 jaar. En D66 heeft altijd gezegd, dat willen we niet. En ik ben heel blij dat vandaag ook de vakbonden en de werkgevers samen met de politiek hebben gezegd, nee, je moet wel echt een beetje voorzichtig blijven met die rente, want we moeten voorkomen dat ons pensioenstelsel jongeren en werkenden benadeelt.